Bon dia. Wat een mooie dag. Alle cruiseboten zijn weggegaan voor deze gelegenheid. Dat is heel bijzonder. Bon dia, gezaghebber, pastoor, collega handhavers, oud-collega's van de douane en natuurlijk de collega's van de douane. Bombini na een momento speciaal, aquí caminda junto, nostabai, presencia, bautismo, di eboto nobo di douana. Voordat ik hier directeur werd van BCN op de Besseilanden, was ik directeur douane Rotterdam Haven. In de Rotterdamse haven voeren 3 grote douaneboten, waaronder de mantelmeel en de zilvermeel. Op Bonaire hadden we slechts de beschikking over 2 kleine boten, de Piscado en de Strandloper. Duidelijk was dat, wilden wij onze taak als handhaver op het water, net als in Rotterdam, goed en effectief uit kunnen oefenen, dat er een nieuwe, grotere, snellere boot moest komen. Daarom zijn we in 2021 gestart met de aanbesteding van de snelle, wendbare boot. De douane is verantwoordelijk voor het toezicht op het grensoverschrijdend goederenverkeer. In de haven en op de luchthaven doen we onze controles en daar hebben we ook heel veel mooie, moderne middelen voor. Sinds eind september van vorig jaar hebben we de beschikking over onze nieuwe douaneboot. Een Eduard Dono 380 van 12 meter lang en met 3 motoren van 300 pk. En met deze snelle, prachtige boot kunnen we de hele kustlijn van Bonaire bereiken en snel op alle locaties aanwezig zijn. Met deze boot leveren we een bijdrage aan de multidisciplinaire maritieme hub. Samen met de KMAR, de kustwacht, KPCN en het OLB kunnen we daardoor het toezicht en de handhaving beter en efficiënter vormgeven. De recente actie samen met de kustwacht, waarbij we ruim 1300 kilo cocaïne in beslag hebben genomen, is daar een sprekend voorbeeld van. Een groot compliment aan onze douanemedewerkers en voor de medewerkers van de kustwacht. Door heel goed samen te werken en dankzij onze nieuwe snelle boot hebben ze deze prestatie kunnen leveren. Ik denk en ik hoop dat er in de toekomst nog vele acties zullen volgen. Vandaag maken we de naam van de boot bekend en wordt de boot officieel gedoopt en ingezegend. Het zal niemand verrassen dat ook deze boot de naam van een vogel krijgt. De Amerikaanse torenvalk is een mooie, ranke, kleine, wendbare en snelle vogel. Hij speurt vanaf grote hoogte de omgeving af om dan onverwacht en effectief toe te slaan. Zoals onze douaneboot ook te werk zal gaan. Soms mooi en rustig, maar als het nodig is, snel, effectief en doeltreffend. Uiteraard krijgt de boot niet de naam Torenvalk, maar de Bonaireaanse naam. En wij noemen haar Kini Kini. Ik wil iedereen bedanken die ervoor gezorgd heeft dat de aanbesteding rond is gekomen, de oplevering goed is verlopen en dat de boot inmiddels aan alle eisen voldoet. En ook dat onze medewerkers inmiddels zijn opgeleid om de boot en de bemanning weer veilig terug in de haven te brengen. Een groot compliment voor jullie allemaal. Ik ben trots en blij dat onze Kini Kini vandaag officieel in gebruik zal worden genomen.